gewoon te mooi om te verstoren bijna. Ik durf gewoon bijna het bed niet. Het is zo in harmonie. Waar is mijn verrekijker? Dit is Gul of Gierig. Het programma waarin Martijn en Joost het land doorgaan om de vrijgevigheid van mensen te vergelijken. Dit wordt getest op drie pijlers. Een activiteit, eten en een slaapplek. De strijd deze week gaat tussen Terschelling en Texel. Zijn ze gul of zijn ze gierig? Yes, het is die finale van Gul of Gierig. Het is Texel tegen Terschelling. En ik ben hier op Terschelling. En mij is altijd verteld dat mensen op een eiland altijd iets vriendelijker zijn dan mensen op het vasteland. Dus ik ga vandaag achterkomen. Ik zat te denken, aangezien we toch op een eiland zijn, beter gaan we leuke strandactiviteiten doen. Dus misschien windsurfen, blowkarten, noem iets geks. Welkom op het altijd bruisende Texel. Hoor je ook die krekels? Ja, het is hier niet heel levendig. De winterperiode is sinds 1 november ingegaan. Het is nu 4 november en er is letterlijk niks te doen. Het enige wat ik wel heb gevonden wat wel kan, dat is vogelspotten. Nou, wat denk je dat we gaan doen? We gaan vogelspotten. Het zit hier redelijk dichtbij, dus laten we er even heen. Goedendag. Goedemiddag. Martijn, we zijn de gastvrijheid van Texel aan het testen. Ik zag op internet dat jullie vogelspot-excursies deden. Ja, heb jij nu tijd dan? Ik heb nu tijd, ja. Nou, heel gastvrij zijn en heel gul zijn en dan gaan we een... Vogelspotten! Een bak koffie doen. Oh, eerst een bak koffie, ja, lekker. Ja. Hier, maandag, surflessen en dat is alles. Nou, top. Ik ben op zoek naar de surfschool, want die zit hiernaast, zag ik. Ja, normaal gesproken in de zomer wel, maar ze zijn nu geen surflessen meer aan het geven. Oh. En weet je nog iets anders? Een leuke activiteitscentrum hier in de buurt? Ik kan even mooi weer bellen. Strandzeilen, ze hebben ook klimbos. Oh, vet. Top. Dit lijkt mij ontzettend vet. Volgens mij had zij het hier ook over. Dit ga ik even invoeren op een navigatie. Dan lopen we erheen. Dan kijken of ik dit kan doen. Dit ziet er toch vet uit. Texel Bird Experience. Nice. Die ga je nu ontvangen. Ja, leuk. Ik zie al gelijk een vogelgids. Dat is flat. In Nederland zijn er in totaal ruim 500. 500? Zo. Verschillende soorten. Op dit moment circa 390 verschillende vogelsoorten. Oh, wauw. Oké. Ik ben benieuwd hoeveel we er gaan spotten. Zullen we dan mikken op 300? Ah, 250. 250, oké, deal. Hallo, goedemiddag. Ik ben eigenlijk net op Terschelling en ik moet wat leuks doen. En ik zag dat jullie een onwijs leuke activiteit hadden. Zou ik iets mogen doen? Nou, op dit moment hebben we niks in de planning staan. Helemaal niks? Nee. Ik kan je een GPS meegeven en dat je een GPS-tochtje kan doen. Ja, is goed. Heel graag. Ja? Top, dankjewel. Vind ik leuk. Nou jongens, welkom bij het scoutingkanaal van Gierige Gasten. We hebben een speurtocht. Dit is nou niet echt precies het blowkart of het paintballen waar ik op had gehoopt. Maar goed, weet je, een gegeven paar moet je ook niet in de bek kijken. En er is voor de rest ook gewoon helemaal geen moeite te doen hier op de Schelling vandaag. Dus we gaan lekker een speurtocht volgen. En we zijn 9 meter verwijderd. Een van deze dingen moet het zijn. De Stilzen. Dat noteer ik. Dat was het dan weer. De speurtocht voor deze week. Weet je wat we ook kunnen doen? Hier is een zeehondentocht en sportvissen. Maar op maandag is er helemaal niks. Er is hier echt helemaal niks. Ik ga dan maar iets anders doen. Iets wat ik eigenlijk liever niet wil doen, want dat doe ik eigenlijk al alle afleveringen. Maar goed, ik ga gewoon weer een biertje drinken. Ze komen nu tevoren. Kijk eens. Dat zijn konijntjes daar. Ja. De hergemus hoor ik al. Oh ja. Dat is een vogel toch? Oh nee, dat is een plastic zakje. Een plastic zak zit erin. Ja. Nee, die had je al gespot. Nou, gaan we door. Vogels. Zo. Dat is een shit, hoe noem je dat ook weer? Ja, zo'n zwarte met zo'n witte snavel, dat is een Marokkaanse eend. Een meerkoet. Meerkoet, ja. Hallo, goedemiddag. Ik heb een vraagje. Ik test de vrijgevigheid van de mensen hier. Ik heb alleen nog een biertje nodig. Tenminste, ik zou heel graag een biertje willen. Heeft u die voor mij? Natuurlijk. Top, heel graag. Kijk eens, kom er gezellig bij. Op de Schelling, jongen. Kijk eens, wat was dat? Oh, dat is een havink. Nee. Jawel, hij heeft een muisje. Ja. Jullie missen wel wat hoor, jongens. Er gebeurt hier van alles. Mijn activiteit zit erop. Ik heb een kleine speurtocht gedaan en een biertje. Ik vind het wel goed zo. Dus tijd voor deel 2 van de aflevering. Namelijk, we moeten wat gaan eten. Yo! Ja man, ik heb gisteren nog een filmpje van jullie gekeken. Oh, serieus? Maar als ik je ergens mee kan helpen hier op Terschelling, hit me up. Nou, dit vind ik leuk. Je bent de eerste die dat tegen mij zegt hier in Terschelling. Ik heb een slaapplek nodig. Nou, die kan ik wel voor je regelen. Ik ga sowieso dan even met mijn pa bellen. Toevallig is heel de familie hier gisteravond vertrokken. Dus, het hele dus je hebt slaapplek genoeg? Ja. Oh baas, hey, ik bel je zo. Ja, is goed man. Top. Yo, later. Ja, wij gaan nog even proberen om nog een slaapplek te regelen voordat het donker is. Dat moet. Kijk op naar gastvrij Texel moet dat lukken. Ja? Dan zou ik lekker Den Burg ingaan. Den Burg. Daar hebben ze ook
warme steegjes, mocht het dan wel echt niet lukken. Warme steegjes? Ja, dan weet je, dan kom je altijd de nacht door. Ik dacht, een red light district of zo. Wat zijn jullie aan het doen? Jullie zijn aan het krabben vissen. Ja. Want je moet wat op dit eiland, toch? Ja, je hebt hier niks te doen, hè. Wij zijn hier aan de gastvrijheid aan het onderzoeken. Zouden jullie mij kunnen helpen? Ik had vragen bij ons hotel, maar ik weet niet of... Oh, je zit echt in een hotel. We kunnen vragen. Zou je het willen vragen voor mij? Tuurlijk. Nou, fijn. Ik heb een krab. Oh, kijk! Oh. Die zit met! Ja, man. Wat gruwelijk! Maar hij is fucking groot, ouwe. Die is zo er een omhoog trekt. Is dat wel leuk? Ja, man. Dit is best cool. Zullen we het dan zo doen dat we elkaars nummers uitwisselen? En dan bellen we even later als we wat gegeten hebben en dan checken of het bij jou kan of niet. Is goed. We staan hier voor een tentje. Laten we in ieder geval proberen of we hier kunnen eten. Goedenavond. We zijn de gastvrijheid van Texel aan het testen. Dus we moeten hier nog wat eten. Dus wellicht zouden jullie ons met één van de twee kunnen helpen. Eten sowieso. Eten sowieso. Absoluut. En ja, maar bedoel je gratis? Ja. Oh. Oh. Okay. Uh-oh. Mijn man kan heel lekker koken. Ja? Nou ja, als we bij jouw man kunnen eten, dat lijkt me fantastisch. En waar woont uw man dan? Op nummer 19. Op nummer 19? Ja. En hoe heet hij? Hij heet Pieter. Pieter. En ja. U heet? Uw Tamara. Naam? Tamara. Dus nummer 19 en dan mag het van Tamara. Nou, mag het van Tamara niet opleggen. Oké, dan stap ik. Ah, kijk eens. Hallo. Hoi. Pieter. Ja? Ja, we waren net bij je vriendin en zij zei dat jij heel goed kon koken. Daar is geen woord van geloven. Daar is geen woord van geloven. Zouden we misschien iets mogen proeven? Ja, is goed. Yes! Fantastisch, kijk eens. Wat een leuk huisje. Ik zal me voorstellen trouwens. Hoi, Martijn. Pieter. Ik heb de overschotel er echt net in gedaan. Wil je een biertje? Ik wilde het net vragen. Goedenavond. Mag ik jou heel snel even storen? Ja. Zou ik een hapje mee mogen doen? Ja, dan kan je een dag ook krijgen als jullie prijsschoten lussen met hard. Ja, graag. Lekker. Dankjewel. Nou, ga er lekker van genieten. Dankjewel. Nou vriend, leg die camera weg. Eet smakelijk. Koekoek. Kijk eens. Gaan we dan jongens. Nou, dit moet toch wel de leukste prijsschoten zijn die ik ooit heb gegeten. Hey Sophie, er zijn hier twee jongens van gierige gasten. Ze moeten nog ergens slapen. Nou, tof. Oké. Dan springen wij gewoon straks in de auto. Volgens mij hebben we een slaapplek. Een huis. We hebben een huis. Een huis. We hebben ons eigen huis. Het wordt tijd om een slaapplek te fixen. En ik heb natuurlijk het nummer van Jort gekregen. Dus ik ben heel benieuwd of we bij hem mogen slapen of niet. Jort? Hey Jort, met Joost. Hey. Zou ik nog bij jou mogen slapen? Deze ene keer omdat je op de Schelling bent, mag nog wel. Yes. Oké, okay, zie je zo. Yo. We hebben een slaapplek. Fucking lekker. Maar er is nog een dingetje. Ik zie dat ik ook ben gebeld door de jongen met wie ik stond te krabvissen. Dus die ga ik ook even terugbrengen. Yo, Thomas, met Joost. Had jij nog een slaapplek voor mij? Ja, ik heb het geregeld. Ja, ik zit bij ons bij de zeezijde. Dat is een van de mooiste kamers die we hebben. Ouwe, wat ontzettend goed geregeld. Ik bel je zo, ja? Ja, is goed. Yo, we hebben een probleem. Ik heb twee slaapplekken. Eentje is dus in een volledig eigen hotelkamer, dat heeft Thomas geregeld. En die jongen uit de winkel, die heeft een volledig eigen huis voor ons. En nu weet ik niet wat ik moet doen. We hebben natuurlijk net even de sleutel opgehaald. We hebben niet gefilmd omdat ze niet in beeld wilden, maar ik kan jullie vertellen, we zijn het goed terecht gekomen. En nu doen we nog even een drankje bij. Hi. De vrouw waar het allemaal bij is begonnen. Ik wil hier een biertje. Het wordt je in je schoot geworpen hier. Het is ongelooflijk, houdt niet op. Doe dan maar een biertje. Wat is de jette? Dan ben ik heel benieuwd. Ja, het is een Texels kruidenbittertje. Ja, het is wel echt een levensgevaarlijk drankje. Oeh, ik zou zeggen, trek de jette open. Dat is lekker. Ja, toch? Het is wel echt een levensgevaarlijk drankje. We zijn echt al lang. Sinds we weg zijn gegaan van hier, we hebben wel een paar bolletjes te veel op. Nou, lieve kijkers. Zeg je even, wow. Dat is toch bizar, we hebben gewoon letterlijk iemands huissleutel gekregen. Die woont hier niet eens in de buurt. Sorry hoor. Of Texel is inderdaad tyfus gastvrij, of de mensen in Texel zijn een beetje... Ik durf gewoon bijna het bed niet... Nou, blijf toch lekker staan. Zullen we gewoon naar het bed kijken?
Gewoon de hele nacht? Het is gewoon te mooi om te verstoren bijna. Het is zo in harmonie. Waar is mijn verrekijker? Ik kan echt uren naar kijken. Dit ziet er wel weer fantastisch uit. Uitzicht op de vuurtoren. Dan moet ik toch iemand opbellen. Om toch wel shit. Daar voel ik me wel schuldig over. Maar zet zo'n pleister. Snel eraf trekken. Hey Thomas, met Joost. Ik moet jou afzeggen helaas, man. Hoe lief je ook bent en hoe ontzettend ja, gek iets je ook wel niet hebt gefixt voor ons. Ik blijf hier. Nou, als jullie, kijk, weet je, je hebt daar natuurlijk geslapen. Wij willen op zich ook nog wel een ontbijt voor jullie aanbieden. Dan kom ik bij jou ontbijten. Vind ik gezellig. Hé, hey, jongen, veel plezier. Fijne avond, man. Later. Het is geregeld. Voor nu gaan we zo meteen die camera wegleggen. Onze lieve vriend Jort, die woont hiernaast. Hij gaat nog even chillen, maar dan mag de camera niet mee naar binnen. Dat wil hij niet op film hebben. Dus wij gaan daar eventjes een partijtje FIFA spelen en dat soort dingetjes. Zie ik jullie morgenochtend. We hebben een uitnodiging om een bakje koffie en een broodje te doen bij... Wie denk je? Ja hoor, Pieter. Gisteravond ook heel lekker die schoot hebben mogen eten. Goedemorgen! We hebben echt fantastisch geslapen. Misschien wel de allerbeste keer uit deze Gul en Gierigreeks. Lieve Jort, bedankt voor je gastvrijheid. Je hebt de Schelling even goed in het zonnetje gezet. Super bedankt. Kusjes, Joost. Top! Goedemorgen! Dat is goed. Nou, Rien, zal ik de camera overnemen en dan kun je gelijk beginnen. We hebben een deal gemaakt. We doen nog even de afwas van gisteravond. En jou voor een kopje koffie. Ga je koffie zetten? Ja, ga ik de afwas doen. Ik heb dat heel lang niet gedaan. Dat is net als fietsen. Dat is net als fietsen, inderdaad. Wat relaxed dat wij hier mogen ontbijten. Zeker. Komt bellen. Top, ja, ik rammel. Lekker ontbijtbuffetje. Ouwe, Thomas, ja, hartstikke bedankt. Hey. Echt heel relaxed. Kijk even waar we zitten en wat we hebben. Het was weer een hele lange dag in Terschelling. Ik moet je zeggen, de mensen in Terschelling zijn ontzettend gul. Jij mag beslissen wie er deze week gewonnen heeft. Is dat Terschelling of is dat Texel? Laat even weten in de comments. En dan was het hem voor de allerlaatste aflevering van Gul of Gierig. Volgende week zijn we terug met een nieuwe serie. En dan zie ik je dan. Later.